Welkom, beste luisteraars bij Doorbraak Radio. Ter gelegenheid van 11 juli zit ik bij twee voorzitters. Hugo Maas, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Toch nog altijd de grootste vereniging in de Vlaamse beweging. En Bart Vierens, de nieuwe voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond. Organisator van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Maar zelf ook voorzitter van een 11 juli-comité. Meneer Vierens, ik begin bij u. 11 juli. Heel druk dan als voorzitter van een 11 juli comité? Ja, Pieter, dat is inderdaad de periode dat wij behoorlijk veel doen. In Schoten wordt er behoorlijk wat uh, georganiseerd ook. Wij hebben onze jaarlijkse 11-juli-vieringen opgesplitst. Enerzijds met het uh, leidinggevend verhaal vanuit het 11-juli-comité en anderzijds met het leidinggevend verhaal vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente is dat een publieker uh, gebeuren waar veel volk op afkomt. Dat was dit jaar een uh, heel mooie kleinkustavond. Dat hebben we samen gedaan uh -huh. met uh, onze vrienden van NECA. En vanuit... Uh, het 11 juli-comité is dat een eerder academische zitting, waar wij ieder jaar een prijs uitreiken. En dat, was, uh, dat is de Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw. Dat hebben wij uh, dit jaar voor de zevende keer uitgereikt. En onze laureaat, de zevende laureaat, dat was Beatrice van Kranenbroek. Dat is de initiatiefneemster en secretaris-generaal van het uh, Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode. Hmm. Meneer Maas, Hugo... Ja. Uh, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, dan denk ik dat 11 juli voor u ook een drukke periode is. Zeg gerust een hectische periode. Dus dat betekent dat ik vanuit het Wilde Westen, zijn de Oostende, Overbrugge, Alst, Leuven, Brussel, terug naar Oostende, van Hot naar Her, cross, om aanwezig te zijn, een woordje te plaatsen en om uh, laten we zeggen, de boodschap die de Vlaamse Volksbeweging heeft uit te dragen. Zijn dat dan allemaal van die, hoe moet ik dat zeggen, traditionele 11 juli viering? Het zijn hoofdzakelijk traditionele. Bijvoorbeeld in Aalst, waar professor Maddes mm -hmm. vorige week... Dat komt uit van de stad Aalst. Oostende is uh, tussen de twee. We worden wel door de stad Oostende, de stad van de keizer... of de vorige keizer, gesubsidieerd. Maar het is eigenlijk een vrij initiatief van het 11 juli-comité Oostende. En dan Brugge... De Burgondische hoofdstad, daar is het zeker officieel tot en met een kransneerlegging bij Jan Breidel en Pieter de Koning. Echt oude, degelijke, waardige stijl. Ook ingericht door het Elf-Juli-comité van Brugge, maar met de medewerking en de steun van het stadsbestuur in, de mooie, in het mooie stadhuis mm -hmm. waar we de 11. Jullie festiviteiten niet, maar de veldslag nog kunnen aanschouwen aan de muren. Hè? Wat jij vertelt, bij ons in Schoten wordt het opgedeeld. Is dat niet iets wat we zien de laatste jaren rond 11 juli? Dat die traditionele, strijdbare 11 juli-vieringen. Ja, dat is de, veranderen? Die, die veranderen wel, maar dat is ook de reden dat wij het opgedeeld hebben. Enerzijds willen wij de steun hebben van de overheid, en die hebben we in Schoten absoluut, en dus ook de, de financiële steun, de morele steun, en ook de mogelijkheid om uh, veel mensen aan te trekken. Maar anderzijds willen we dat, dat officiële gedeelte, zeg maar, die academische zitting, die willen we in handen houden. Daar zijn wij de leidinggevende, en daar geven wij ook de voordracht. En het feit dat wij die voordracht kunnen en mogen geven, heeft natuurlijk het grote voordeel dat wij ook zelf de toon van die voorwerp kunnen bepalen. en dat we dat een heel strijdend verhaal kunnen noemen. Want die strijdbare 11 juli-vieringen. ik heb de indruk dat dat vermindert. Ja, maar toch. Als ik, als, als ik dan kijk. als ik begonnen ben 24 jaar geleden. dan waren wij daar met. Uh, ja, 20 man in een paardenkop. En mm -hmm. vandaag zijn wij daar met. meer dan 180 mensen. die van heel schoten komen en die echt. Rijkhalsend uitkijken naar die strijdbare viering en die heel goede voordracht. Dan moet ik een beetje bescheiden blijven, omdat ik ze zelf mag geven. Maar toch, die heel strijdbare voordracht, daar, daar komt men echt wel voor, omdat men dat absoluut nog wil. Alleen moet je zien dat je dat omkadert op een manier die niet oudbollig is, maar dat je dan omkadert op een frisse, goede manier, kwalitatief, met goede muziek, met een prijs, met, 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 met uh, mooie voordracht, met dergelijke zaken. Dus je moet het niveau hoog houden, maar je moet natuurlijk het strijdbare voorop stellen. Merkt u dat ook, meneer? Ja, maas? ik kan dat beamen. Ik ga u zeggen, ik ga alleen refereren naar de 11 juli-viering van Brugge. Oostende heeft ook een officieel gedeelte op het stadhuis. met de, de notoire heren bestuurders. Uh, met ook zelfs nog een, een traditionele uh, misviering. wat zeer zelden voorkomt. maar dat is historisch zo gegroeid in de Sint-Petrus- en Pauluskerk. En het wordt dan aan de andere kant gecounterd door het avondfeest. waar wij min of meer uit de bol gaan met moderne eigentijdse muziek en optredens om het zelfs te beëindigen met een, uh, met een vuurwerk op zee. Voor Brugge is het zeker zo. Brugge houdt zich aan de officiële 11 juli viering vrij traditioneel met sprekers enzovoorts. Maar daarnaast of daarna uh, is al sinds jaar en dag Burgrock... Voor het stadhuis van toepassing, gratis toegankelijk voor al wie als toerist of als uh, Vlaming daar wil aanwezig zijn. En dat richt zich natuurlijk in theorie naar jongere mensen, eigenlijk, om die ook bij het 11 juli gebeuren te gaan betrekken. Want de VRT samen met de beweging Vlaanderen in Europa, Vlaanderen Feest, speelt daar ook op in met Vlaamse muziek, uh, Vlaanderen Feest een goede zaak om, om die, die, voor die Vlaamse identiteit? Of, of... Ik denk dat het een zeer goede zaak is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we laten zien en laten voelen wat Vlaanderen is en dat Vlaanderen überhaupt er bestaat en dat Vlaanderen er is. Dus ik denk dat het heel goed is dat we dat breed opengooien, maar het een hoeft natuurlijk niet in de plaats te komen van het andere. Dus je moet altijd dat strijdbare blijven, omdat je een harde kern nodig hebt van flamiganten, die altijd de toon zullen zetten en de bakens zullen verzetten. Dat heb je nodig. Anderzijds heb je natuurlijk een breed draagvlak nodig en moet je kunnen uitstralen wie en wat Vlaanderen is. En dat is natuurlijk een feestvierend volk en dat mogen we best laten zien. Ja, ja ik, ben, ik, ik ga dat beamen. Ik vind dat ook. Want ik ga u zeggen, in de 11 juli boodschap die wij vanuit de VVB gaan brengen, heb ik het meer speciaal daarover. Uh, ik wil daar één iets van verklappen. Dus zo'n goede 34 jaar geleden uh, schreef Anton van Wilderode voor de IJzerbeidevaart het gedicht Volk wordt Staat. En ik merk dat elk jaar op die officiële 11 juli vieringen er dan vlammende strijdbare speeches gehouden worden. Dus de strijdbaarheid rolt van op de katheders, dus het Vlaamse voetvolk tegemoet. Het enige waar ik serieus kritiek op heb, dat is dat de miserie pas begint. De 12e juli, en dan nog die 363 dagen die daarop volgen. Waar dat dan veilig wollig ingepakt is. Met een mooie zwart-gele strikken rond. En in de kast gedeponeerd wordt om her te beginnen het volgende jaar. En wij vinden ook met de Vlaamse Volksbeweging. En dat is de essentie van de boodschap voor ons dit jaar. Dat er daar nu eens moet tijd voor gemaakt worden. Om niet bij woorden te blijven, maar over te gaan tot daden. Dat is niet zo moeilijk, maar iemand moet de aanhef geven. Zegt u nu, de Vlaamse identiteit is nog altijd sterk politiek ingekleurd? Nee. En ik vind het ook belangrijk dat de 11 juli vieringen uh, het officiële kader. En dat is niet partijpolitiek, he, want iedereen komt daar naartoe. Dat is het belangrijk volgens mij om onze identiteit op een zeer, ik zou zeggen, duidelijke manier naar buiten te brengen. Dat betekent niet dat we naar de man in de straat die zich daar misschien minder voor aangetrokken voelt, ook moeten het aspect feest gaan benadrukken. Op een zachte manier een Vlaamse overtuiging, laten we zeggen, laten groeien bij de man. Het is een beetje zoals de Ronde van Vlaanderen, hoe raar dat dat ook klinkt, waar wij met vlaggen gezwaai mensen motiveren om om te zwaaien, maar tezelfde tijd onze Vlaamse Identiteit of het bestaan van Vlaanderen aan de wereld bekendmaken. Ieder volk dat zichzelf respecteert, viert ook zijn feestdag. Mm -hmm. Dat lijkt mij een vrij grote evidentie. Ik denk dat je dat wereldwijd eigenlijk ziet. Alleen is het bij ons zo dat wij nog altijd niet leven in dat land waarin wij willen leven. En dat we daar het probleem krijgen, natuurlijk. Zijn wij nu Vlamingen of zijn wij nu. Um, ja, ik durf het woord eigenlijk niet uitspreken, maar u weet wat ik wil zeggen. Z zijn we dat of zijn we dat niet? En die Vlaamse identiteit, zoals jij dat dan zegt. Dat is uiteindelijk de identiteit van al die mensen die op Vlaamse bodem leven. Die hier uh, binnen onze Vlaamse grenzen leven. Nu, die mensen moeten de kans krijgen om naar buiten te komen en hun feestdag te vieren, uh, rond die leeuwenvlag, rond strijdbare zaken, maar vooral natuurlijk ook rond uh, heel grote feesten. Ja, bijvoorbeeld, soms krijg je de opmerking, meestal van mensen die ons wat minder goed gezind zijn, of nogal kritisch zijn, dat wij dat allemaal vasthangen aan die fameuze veldslag van 1302, mm -hmm. waar Vlaanderen uiteindelijk... Waar Brabanders zoals u dus eigenlijk niet bij betrokken waren. Jullie waren toen nog het buitenland voor West- en Oost-Vlaanderen. Dus, eh, maar uiteindelijk, ik geef geen gerust gelijk hoor, voor een stuk. Maar aan de andere kant mag je niet vergeten dat als de Vlaamse beweging die we kennen gestart is na 1830, dat die eigenlijk ook... ...het probleem had van identiteit... ...en daar vind ik dat Hendrik Consciance... ...ik weet wel met een heel romantisch verhaal... ...over 1302... ...maar hij heeft eigenlijk aan ons een kapstok gegeven... ...om vanuit het niets... ...onze identiteit aan vast te knopen... ...en geeft toe... ...de Fransen die vieren de Franse revolutie... ...van 1789... ...en ik moet u zeggen... ...zo fier moet men daar ook niet op zijn... ...als men Robespierre... Dat durft hij in Frankrijk niet zijn... Ik durf dat wel in Frankrijk <laughs> zeggen, maar dan kijk ik vooraf wel eens... Maar, wie, maar het, wie, het wie ergste dat er voor de, de mensen is, de de mens. is dat hij geen kapstok heeft. Mm -hmm. Dat hij niet weet aan welke kapstok hij moet gaan hangen. En dat moeten wij aanbieden. Wij moeten duidelijk zijn en zeggen van kijk, uw kapstok, dat is een Vlaamse kapstok. Dat is ingekapseld in dat geheel dat Vlaanderen is. En, en daar zijn heel veel um, gemeenschappelijke zaken, een gemeenschappelijke noemer... ...waarop wij allemaal als Vlamingen samen kunnen leven. En dat is hetgeen wij naar buiten moeten moeten brengen dat Vlaanderen dat dat iets is dat geschiedenis heeft dat een gemeenschappelijke noemer heeft en dat een gemeenschappelijke toekomst heeft. Slaag wij daar als Vlaamse beweging te weinig in? Daar slagen is... wij veel te weinig in. Wij verkopen onze zaak niet goed. Mm -hmm. Ik denk dat dat een van de grote problemen van de Vlaamse beweging is. Wij zitten wat te harken binnen ons eigen groepje, binnen onze eigen mensen. Maar, maar wij moeten dat naar buiten uit, durven uitdragen. Um, ik denk niet alleen dat de Vlaamse beweging dat moet doen. Ik denk dat vooral ook de Vlaamse politici de, dat moeten doen. En daar vind ik dat de Vlaamse politiek zeer in gebreken blijft. Zij verkopen Vlaanderen niet aan de bevolking. Zij gedragen zich als het... Aanhangseltje van een federale regering. Zij gedragen zich tweede klasse of tweede rangs, maar zij verkopen zich niet, zij stralen niets uit, zij zijn niet wervend genoeg. Men is niet fier op die Vlaamse regering, men ziet ze zelfs nauwelijks. En dat vind ik een heel grote uitdaging voor de toekomst. Ik pleit daarom ook voor een volgende Vlaamse regering met aan het hoofd een Vlaamse minister-president die zeer assertief is, die zeer um, naar buiten uitkomt en, en die werkelijk um, Vlaanderen verkondigt als zij. Dit is onze toekomst en die dus een heel andere rol gaat spelen dan de minister-presidenten in het verleden dat gedaan hebben. Ik kan dat eigenlijk maar beamen. Ik, dat maar beamen. Uh, ik denk dat wij ook na de Tweede Wereldoorlog, uh, en zeker vooraf, en zeker in de begin, dus voor nog de eeuw daarvoor. Ons eigenlijk gerecht hebben door terug te vallen op een, op een romantisch flamigantisme. En het was ook zo dat de eerste pioniers uit de goede burgerij kwamen en eigenlijk minder voeling hadden met de man in de straat, die het dan ook sociaal-economisch vrij moeilijk had. Wij hebben eigenlijk de, de, de schakel om, om, daaraan, om daarop in te spelen voor een groot stuk gemist. Met uitzondering misschien van de Eerste Wereldoorlog aan de ijzer, waar die brave soldatenjongens. Aan de lijve ook ondervonden hoe zij werden achtergesteld. Maar toch, wij moeten dat meer benadrukken, dat is één. Ja, maar. maar dat verhaal van, van die Vlaamse beweging moet het anders aanpakken, moet, moet veel wervender zijn, meer over de toekomst hebben, dat horen we nu toch al lang. En toch, toch is, blijkt het zo moeilijk te zijn, lijkt het niet te lukken komt dat dan? Ja. Dat, is, dat is inderdaad een dilemma, misschien nog een groot vraagteken. Men verkrampt heel dikwijls, men, men, men kruipt in zijn eigen hoekje. De Vlaamse beweging. De Vlaamse beweging, absoluut. Mm -hmm. Ze wordt natuurlijk ook leeggezogen, dat is ook okay een van die problemen. Mm -hmm. Heel veel... Uh, door de partijpolitiek. Door de partijpolitiek, door de partijpolitiek ja. heel veel van die, van die toch belangrijke mensen die in de Vlaamse beweging, dan kijk ik naar de Vlaamse volksbeweging, waar toch degenen die het er op uh, sporen gezet hebben, die zijn weggeplukt door de partijpolitiek. Dat, dat is bij, bij alle organisaties binnen de Vlaamse beweging zo geweest. En dat is jammer, dat verarmt natuurlijk Natuurlijk. Maar ik, ik denk dat het vooral ook een koppeling is tussen die Vlaamse beweging en die partijpolitiek en wij zouden moeten bezig zijn met de essentie van dat verhaal en niet vervallen in de nevenzaken naast dat verhaal, niet vervallen in dat links-rechts verhaal bijvoorbeeld, maar wel zoeken wat ons bindt, zijnde zelfstandigheid, zijnde de koppeling. Kans grijpen of naar toeleven, naar dat autonomieverhaal waar wij eigenlijk naartoe willen, met z'n allen. Want het partijpolitiek Vlaams nationalisme staat heel sterk op dit moment, Absolute. 45 procent, bijna. Ja. Um, wat is dan nog de rol van die niet-partijpolitieke Vlaamse beweging? Ja, ik ga terug wel naar de Vlaamse volksbeweging. Het is dus wel zo, ik citeerde daar pas de zoveelste ijzerbedevaart. 35 jaar terug, als je dan het veld bekeek, dan was de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging zeer groot. En de partijpolitieke Vlaamse beweging was een dwerg. Zelfs al nam je de V-partijen tezamen, je telde dat op. Ik heb de cijfers natuurlijk niet bij de hand, maar 14% zoveel geweest zijn. Er zaten toen wel V-politici. Ook in andere partijen? Ja, de Christelijke Partij bijvoorbeeld. De, andere part, de grote drie, die nu de kleine drie zijn, mm -hmm. de grote drie, die hadden ook heel wat vertegenwoordigers. De situatie is eigenlijk momenteel omgekeerd. Onder andere omdat de Vlaamse beweging en alle middengroepen daarin dus een kweekvijver zijn voor toekomstige politici. En wij worden op geregelde basis afgeroomd. Wij zien waarbij, ons... waar, waarbij je natuurlijk altijd moet oppassen dat diegenen die in de partijpolitiek stappen, dat die de zweep nodig hebben. We hebben voorbeelden genoeg van mensen die uit Vlaams Nationale Partijen komen, maar waar we nauwelijks nog van weten dat ze Vlaams Nationalisten waren, geweest zijn, of misschien nog zouden moeten zijn. Maar stilletjes binnenin. Ja, we gaan nog geen namen opplakken, maar we kennen, mm -hmm. we kennen er heel veel. Dus die Vlaamse beweging heeft dus die zweeprol absoluut nog wel. Ik denk ook dat we die zweeprol hebben, niet alleen naar Vlaamse Nationale politici, maar dan ook naar de andere politici. Ik geef u één cijfer dat ik geleerd heb van Bart Maddes zeer onlangs. Hij heeft een statistiekje gemaakt. En hij heeft de statistiek gemaakt, heeft de drie traditionele partijen samengeteld: de SPA, de CDNV en de Open VLD. Hij heeft die statistiek die is vertrokken in 1946. En toen hadden die drie partijen samen 98% van de stemmen. Die statistiek eindigt vandaag, zij hebben nog 38% van de stemmen. Mm -hmm. Hij heeft er een andere statistiek bijgezet, hij heeft de twee Vlaams Nationale partijen opgeteld. In 1946 hadden die 2%, het was toen nog met de Frontpartij. Hij heeft dat over heel het verhaal. Langs de Volksunie, langs het Vlaams Blok, het Vlaams Belang en de NVA samengeteld en die zijn van 2% nu op 44%. En voor het eerst hebben die twee lijnen die hij getrokken heeft, elkaar gekruist. Ons rol is het, denk ik, toch ook een beetje om aan die traditionele partijen te zeggen. gaan jullie? Diezelfde berg af van 98 naar 38 procent over 70 jaar. Gaan jullie blijven afkalven of gaan jullie nu eindelijk ook eens met ons mee nadenken? Jullie hoeven geen Vlaamse nationalisten te worden, maar trek toch de kaart van uw kiezers, zijnde van de Vlamingen. Ja, ja ik, ik denk even na, want ik weet niet hoe je het moet, moet zeggen. Um, ligt daar het. het, het het wingewest, zeg maar, bij, bij die drie traditionele partijen. En, en richt de Vlaamse beweging zich dan te veel op die, die twee V-partijen die tot hun achterban behoren? U knikt van wel? Ik, ik, ik denk dat wel. Ik denk dat daar een stukje wingewest ligt. Um, daar, daar zullen wij niet alleen die politici, maar ook die kiezers, toch moeten overtuigen dat zij eigenlijk een verloren strijd aan het leveren zijn. Want zij hebben een tegengestelde reflex. Zij hebben op dit moment nog altijd een tegenstelde reflex, maar als we hen die statistiek laten zien, ja, ofwel zijn zij masochist, of anders eh, proberen zij misschien toch een klein beetje realisme in te bouwen, zelfs voor hun eigen lijfsbehoud moeten zij gewoon de boeg keren en moeten zij gewoon veranderen. Ja, ik denk dat ook. Dus uh, ik denk, er, er, zijn, er worden altijd fouten gemaakt, nietwaar? Dus uh, wij uh, vanuit de, de Vlaamse beweging hebben, voor wat betreft de, de, de laatste legislatuur, ook wel fouten gemaakt. En de oorzaak is eigenlijk heel eenvoudig. We hadden het nog nooit meegemaakt dat een, een partij, met name de NVA, uit het niets opgroeide tot de grootste partij van het land. Mm -hmm. Een partner altijd geweest naast het Vlaams Blok Vlaams Belang. En dan kom je in een situatie tussen, tussen twee stoelen te zitten, waar je denkt: ja, moeten we, mogen we, kunnen we nog kritisch zijn daartegenover? Of uh, moeten we hier de kool en de geit sparen? Eigenlijk zegt u nu: we zijn niet kritisch genoeg geweest. We zijn te vriendelijk geweest voor NVA in die federale regering? We zijn eigenlijk voor een stuk te vriendelijk geweest. Dat is één. En aan de andere kant hebben we ook overdreven. Ik bedoel daarmee dat we dan in een vlaag van ik weet niet wat, dan soms te kritisch waren en ze van ons afgestoten hebben. Maar niks belet ons om, uh, om het roer om te draaien. En ik denk, ik ben het roerend mee eens. Dus uh, als je ziet dat op vijf zetels na het Vlaams Nationale Kamp, om het in kampen te zeggen, bijna de helft van onze. Uh, kiezers vertegenwoordigt, dan is er ook een andere win geweest en dat zijn de traditionele partijen. En u zegt, ja, de traditionele partijen, eh, als je kijkt naar Vlaams voelendheid, eh, Vlaams bewustzijn, dan is dat een, 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 een half dode tot dode mus voor het ogenblik. Ja, u wil, mag ik er iets aan toevoegen? Ja, we zijn niet alleen te vriendelijk geweest, we, zijn, um, ja, we hebben eigenlijk niet gedurfd. Dat is het. Uh -huh. en, en je moet op een bepaald moment ook durven. We zijn ook een beetje aan het vervallen geraakt... in een spel van links-rechts verhoudingen. En dat is ons verhaal niet. Uh -huh. Ik heb daar niks tegen. Maar wij, ons verhaal is autonomie. Ons verhaal is zegkracht hebben. Is zorgen dat je de touwtjes in handen kunt nemen. Eens je die touwtjes in handen hebt... Ja, dan kan je terug perfect het links-rechts verhaal gaan spelen. Maar dat is een ander verhaal. Dat is maar het verhaal daarna. Wij moeten in mijn ogen nu eerst zorgen dat wij een eigen sociale zekerheid hebben. Wij moeten nu voor het eerst, wij moeten proberen uh, zorgen dat wij onze eigen fiscaliteit kunnen uitbouwen. Dat wij zelf onze belastingen kunnen innen. Dat wij ook zelf kunnen bepalen waaraan wij ons geld besteden. Dat wij mm -hmm. zelf kunnen beslissen wanneer en waar en voor hoeveel wij solidair zijn. En... Het is maar vanuit, vanuit die rijkdom dat wij ook solidariteit zullen kunnen tonen. Ja. Maar, maar we moeten dat wel eerst doen en daarna moeten wij het andere spel spelen. En ik denk dat ja. we daar de laatste jaren het niet helemaal goed gespeeld hebben om nog verder wervend te zijn. Ik ben het roer met u eens. Wat dat betreft ben ik... Dat is ook de reden waarom wij nu ook vanuit de Vlaamse volksbeweging proberen om het, zo te zeggen, het kamp dat ons niet kent of vergeten is of zich niet durft compromitteren met alles wat naar Vlaams ruikt of is, dat wij dat kamp proberen te benaderen. En tot nu toe hebben wij gemerkt dat ook in andere partijen, waar je het onmiddellijk niet zou van verwachten, dat daar toch wel bondgenoten te vinden zijn. Maar u hebt volkomen gelijk als wij het spel links-rechts gaan spelen. Dat heeft eigenlijk met Vlaamse autonomie niks te maken. Ik heb al dikwijls gezegd, ja. Euh, als je met uh, getrokken messen tegenover elkaar staat in het links rechtsverhaal vandaag, dan is de kans vrij groot, en ik hoop dat niet, maar de kans is vrij groot dat in een onafhankelijke Vlaamse natie dat evenzeer aan bod zal komen. We hebben dan wel dat voordeel dat we de keuken onder ons kunnen houden en dat we zelf tot een oplossing moeten komen. Dat vind ik echt belangrijk hoor. Op dit moment. Zitten we met uh, denk vier regeringsvormingen die bezig zijn in dit land, waaronder de Vlaamse? En alles staat een beetje stil, iedereen kijkt naar elkaar. Moeten we daar als Vlaamse beweging kritisch over zijn? Dat moeten we zeker, hè. Het is, een, het is een, inderdaad een stilstand voor het ogenblik. Lijkt mij ook logisch, na de uitslag die we gekregen hebben op 26 mei, dat er een stilstand is. Ik denk ook dat die nog een tijdje stil gaat staan. Uh, Laten we eerst misschien dat federale niveau bekijken, want daar vertrekt toch heel veel. Hè? Daar spreken we toch van een, um, een, een 72% in Vlaanderen van de stemmen zijn naar die uh, rechtse centrum, rechtse partijen gegaan. tegen in Wallonië gaat het dan mm -hmm. over ongeveer... 70% die naar de linkse en centrum linkse uh, partijen gegaan zijn. Als je dat wil samenbrengen, dan is dat eigenlijk water en vuur verzoenen. Uh, men kan dat proberen, maar, maar dat lukt meestal niet water en vuur verzoenen. Plus, dat is zeer ondemocratisch. Want dan geef je natuurlijk als verkozenen niet terug aan uw kiezers datgene waarvoor die kiezer gekozen heeft. Maar toch hoor je en lees je en, en, en zie je overal, NVA zal met PS moeten spreken. Ja, spreken spreken. kan geen kwaad. Hè. Spreken kost ook geen geld. Dus dat, dat, dat is zo. Ik denk dat men moet spreken. Maar tussen spreken en echt wel grote stappen zetten... Ik, ik hoop dat men dat niet doet, eerlijk gezegd. En, en, en die Vlaamse regeringsvorming afhankelijk maken van, van een federale regeringsvorming... Ja, ik vind hoe hoe dat voelt een Vlaams nationalist? Ik voel me daar onwennig in. Ik ga u zeggen, de zomerheid voor 2019 is zo'n beetje... Ja, laten we de regionale regeringsvorming on hold zetten... Hè? We zetten het on hold, want anders worden we federaal eruit gerold. Dat is zo'n beetje de gids die nu en men gaat alles in, in, in wachtsituatie gaan plaatsen. Ik persoonlijk denk heel stilletjes, als we nu eens zouden beginnen met een Vlaamse regering op poten te zetten, en ik weet wel dat dat niet zo eenvoudig is, want de verliezers van de verkiezingen, die voelen de bui ook wel hangen, mm -hmm. en die gebruiken nu alle middelen die zij ter hun beschikking hebben, zelfs een. Rabiaat Belgischisme tot aller soorten schutkringen en aanverwanten, grendeltoestanden, om toch maar mee in de boot van de volgende Vlaamse regering, laat staan federale regering, te raken. Maar ik denk heel stilletjes, als we nu, en ik ga mij niet, niet uitspreken over partners, maar als wij nu een Vlaamse regering, een degelijke Vlaamse regering met daadkracht en die dus ook kan regeren, op poten zetten. Dan kunnen wij al heel wat in Vlaanderen. Ik weet wel, we hebben een aantal staatshervormingen of misvormingen achter de rug. Maar we hebben ook wel wat autonomie gekregen op heel wat vlakken. En laat ons dan maar regeren. Dat land zal niet kapot gaan. En het Vlaanderen zal zeker niet in nood geraken. als wij vanuit Vlaanderen ons Vlaanderen kunnen regeren. En daar zal wel blijken dat er een aantal hiaten zijn, omdat er geen federale of alleen maar een federale regering in lopende zaken is... en wie weet rijpt die idee om wat daar nog hangende is... toch maar, al was het tijdelijk, te accapareren naar het regionale niveau. Dan bewijst je twee dingen. Dan bewijst je dat we in feite het federale niveau... niet strikt genomen nodig hebben eigenlijk om verder te regeren. We zien dan wel weer... en, en dat is eigenlijk een beetje mijn kritiek op het federale verhaal... Van Vorige legislatuur, dan hoeven we niet onmiddellijk, en zeker niet als Vlaams nationalisten, legitimiteit te gaan geven aan dat tricolore vaderland met zijn allochtone vorst. Hé. Eigenlijk hoor ik hem een beetje zeggen wat u daarnet zei. Uh, we hebben een, een sterke Vlaamse regering nodig met een sterke voorman die Vlaanderen op de kaart zet. Eigenlijk is dat niet wat op dit moment gebeurt. Nee, dat is zo. Langs de andere kant is het een partijpolitieke strategie die mm -hmm. ik niet ken. En het is niet zo. Dat als men sneller overgaat tot de vorming van een Vlaamse regering, dat we dan ook een sterke Vlaamse regering hebben, zoals je er juist suggereert. Ja. Dus ik. Ik laat dat toch een klein beetje over aan de strategie van de partijpolitiek. Ik heb vastgesteld dat de Vlaamse Nationale Partijen behoorlijk veel samengesproken hebben. Ik neem aan dat dat niet alleen over het schoonweer ging, maar dat daar toch wel inhoudelijk zaken verteld geweest zijn en dat dat meegenomen wordt tot dat wat dat leidt. Dat mag voor mij perfect over de vakantie getild worden. Dat gaat ons niet verarmen. Laat ons dat zijn tijd geven. Laat de strategen daar hun ding doen. Als maar, en dan herhaal ik wat ik straks gezegd heb, als daar maar een zeer combatieve, een zeer een sterke minister-president komt die uitstraling geeft aan Vlaanderen. Dat vind ik belangrijk. Ik denk ook dat zowel in die Vlaamse regering als ook in het Vlaams parlement dat het communautair verhaal daar. Primordiaal voorop zou moeten staan. Ik hoop dat dat de komende niet alleen weken, maar ook maanden, en als het kan nog een paar jaar, dat dat echt wel voorop staat, dat men met een communautaire agenda begint te werken. En dat ik heb dat de voorbije vijf jaar niet gehoord. Mm -hmm. Men heeft toen gesproken van een communautaire stilstand op federaal niveau. Maar wat heb ik vastgesteld? Dat op Vlaams niveau er ook een communautaire stilstand was. En dat heb ik heel, heel hard betreurd eigenlijk. De dynamiek moet vanuit Vlaanderen komen. En daar is de Vlaamse beweging ook wel heel stil over gebleven. En daar is de Vlaamse beweging stil over gebleven. Wij hebben, dus we, een te, we hebben niet gedurfd, zoals ze juist mm -hmm. gezegd hebben. We zijn een beetje heel braaf geweest. We hebben niet achter hun veren gezeten. We hebben, ja, laten we kat en kat noemen, de n gespaard. We hebben ze laten doen gedurende die aantal jaren. Ik zeg niet dat ze het slecht gedaan hebben. Het is niet aan mij om te oordelen wat ze goed en slecht doen. Maar Vlaamse dynamiek, dat heb ik eigenlijk heel weinig gezien. T Tot slot, eigenlijk, ja, zo. Een, een, een politieke wachtperiode maakt het misschien niet makkelijk om echt een, een communautaire boodschap te geven op 11 juli. Wat is uw, uw, de kern van uw boodschap als? Voorzitters van uw vereniging ja. die ten lande 11 juli toespraken <laughs> mogen houden. Ja, het, is niet, het is niet eenvoudig momenteel. Hè, omdat dus, uh, het is zelfs voor politici en, en voor mensen uit, uit de journalistieke wereld niet eenvoudig om uh, een blanco blad te gaan vullen met zinnige dingen, niet waar. Dus uh, ik heb u wel gezegd, in onze boodschap zetten wij primordiaal dat wij moeten overgaan tot daadkracht. Dat is niet. Maar we moeten er eens beginnen werk van te maken. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus, maar ik denk dat voor de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging, het, het fameuze Vlaamse middenveld dan, dat het belangrijk is dat wij moeten werken aan. Wij moeten mensen gaan mobiliseren voor de goede zaak. Ik bedoel daarmee, wij moeten meer mensen bewust gaan maken dat het belangrijk is dat wij een zelfstandige natie worden. En daar, dat gaat boven de. Uh, Boven de actuele partijpolitieke of regeringsformaties door. Dus dat is belangrijk. Onze taak is er om mensen blijvend en nog actiever te gaan mobiliseren. En je moet daarvoor een verhaal hebben. Je moet een verhaal hebben dat aanspreekt bij de burger. Als ik een grote leeuwenvlag aan mijn deur hang. dan vindt mijn buurman dat heel goed, want dan weet hij van waar de echte wind komt. En daar houdt het mee op. Want hij maakt een onderscheid van... ik ben de gekende Vlaming en hij apprecieert dat wel... en hij is dat eigenlijk niet, denkt hij. Als je dat kunt vertalen naar zijn persoonlijke situatie... dat dat ook voor zijn centen misschien niet onbelangrijk is... dat wij tot een Vlaamse natie komen... dan zou hij misschien wel gemotiveerd zijn. Dat is onze taak. En straks, wie weet wat er uit de bus komt... en ik hoop het beste... Hebben wij nog een tweede taak en nu zitten wij eigenlijk wachtende? Dat is dat wij onze verkozen, Vlaamse verkozenen en ook regeringsmensen straks moeten blijven motiveren, dat is hier ook al gezegd, en als een waakhond erop gaan toekijken dat zij niet stilvallen of van de ingeslagen weg afwijken. Ik denk, het is niet eenvoudig, maar moeilijk gaat ook. U hebt, u hebt uw toespraak al gegeven, dus voor u is het maar... ja, makkelijk. Uh, ik heb inderdaad al een paar toespraken mogen geven, en die geschoten ook. Maar de kern van de boodschap is natuurlijk: respecteer de democratie. Luister naar de kiezer. 44% van de kiezers hebben gestemd voor een Vlaams Nationale Partij. Men zegt soms wel, ze hebben daarom niet Vlaams Nationaal gestemd, maar ze weten verdomd goed wat, waarvoor die partijen staan en wat het programma is. Um, er is zeker geen meerderheid gestemd voor het behoud van uh, de Status Quo en voor, voor een, voor een mm -hmm. Belgische stilstand. Dat heeft men absoluut niet voor gestemd. Dus respecteer die stem, doe daar iets mee. En uh, je hoeft om mij niet overhaast te werk te gaan. Uh, bouw dat op, maar zet dat communautaire. Die Stappen vooruit voor Vlaanderen, voor meer autonomie, voor meer uh, fiscaliteit en voor een afzonderlijke uh, sociale zekerheid, zit dat voorop in uw regeerprogramma, zit dat voorop in uw agenda binnen het Vlaams parlement? Dat is voor mij de boodschap. Dan rest mij enkel nog om u en ook onze luisteraars een uh, fijne 11 juli of een strijdbare 11 juli toe te wensen. Ja, strijdbaar en fijn kan samengaan. Pieters. Voilà, dan doen we dat zo.